GS1 Data Source is de centrale database voor het uitwisselen van artikelgegevens, waaronder afmetingen. Vaak verschillen die gegevens in GS1 Data Source van de daadwerkelijke afmetingen van een artikel. Een oorzaak kan zijn dat het niet duidelijk is hoe moet worden gemeten. Om dit te voorkomen zijn er internationale meetregels opgesteld. Afmetingen van artikelen worden daarmee overal ter wereld op dezelfde wijze bepaald en geïnterpreteerd. Hoe een product in het schap staat bepaalt niet altijd hoe u een product moet meten. Niet iedere afnemer zet de producten namelijk op dezelfde manier neer. We leggen u nu uit hoe u de afmetingen van een artikel volgens de internationale regels opmeet. Stap 1 Bepaal eerst de voorkant. Om de voorkant van een product te bepalen, kijkt u eerst of er promotionele uitingen op staan. De voorkant wordt namelijk altijd gebruikt om het product mee aan de man te brengen. Als meerdere zijden dezelfde promotionele uiting hebben, geeft de oppervlakte de doorslag. De kant met de grootste oppervlakte is dan de voorkant. Hebben alle zijden dezelfde oppervlakte, dan is de hoogste zijde de voorkant. Stap 2. Staand of liggend meten. Als u de voorkant heeft bepaald, kijkt u hoe u het product moet meten. De tekst op de voorkant bepaalt of dit staand of liggend moet gebeuren. Als de tekst horizontaal staat, dan is dat de juiste positie om te gaan meten. Staat er zowel horizontale als verticale tekst op de voorkant? Meet het product dan staand. Alleen als alle tekst verticaal op de voorkant staat, draait u het product en meet u het liggend. Staat er tekst schuin op de voorkant? Houd dan de tekst aan die u daarnaast horizontaal of verticaal kunt lezen. Staat er geen andere tekst op de voorkant? Meet het dan in horizontale positie. Stap 3. Het opmeten van het artikel. Als u de voorzijde en de manier van liggen heeft bepaald, begin dan met het daadwerkelijk meten. U meet de hoogte, de breedte en de diepte. Vergeet hierbij niet doppen, deksels en andere uitsteeksels mee te nemen. Handelseenheden. Behalve producten voor de consument zijn er ook handelseenheden. Een handelseenheid is bijvoorbeeld een doos. Of een pallet waarop meerdere producten tegelijk worden besteld en geleverd. U meet een handelseenheid op de volgende manier. Begin met het bepalen van de onderkant. Die wordt vaak aangegeven met woorden of pijlen. Met de onderkant naar beneden kunt u de hoogte, breedte en diepte opmeten. Is de boven- of onderkant niet duidelijk aangegeven, dan is de langste zijde de diepte. Bepaal vervolgens de hoogte en de breedte. Let op dat u de handelseenheden altijd onbeschadigd en niet op elkaar gestapeld meet. Meer weten? Bekijk de beknopte of volledige versie van de meetregels op de GS1-website.